elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Het is een mooi Brabants onderrondje in Eindhoven. Topos is de ploeg die het hoogste staat. 5 punten meer dan Eindhoven. Dogan en was zo op zoek naar zijn goaltje. Maar de bal komt in de handen van Bergsen en die reageert heel snel. Want die heeft dit namelijk gezien. En dat levert Eindhoven de openingstreffer op. Elijah Sam is degene die scoort. Maar het is een prachtige voorzet van Kabangu. En natuurlijk goed werk ook van Bergsen. Nog altijd de vervanger van Swinkels in die goal bij Eindhoven. Dan in de tweede helft is hier de gelijkmaker. Eindhoven heeft dan al wat momentjes gehad. En deze Dogan is extra blij. 15 februari. Dag van zijn laatste doelpunt. En nu heeft hij er dan eindelijk weer eentje te pakken. En hij doet dit keurig. Met het rechterbeen krult hij, stuurt hij de bal langs Bergsen. En zo zijn de ploegen in evenwicht. Maar op het veld niet. Eindhoven oogt wat beter. Wat sterker ook aan de bal. En heeft van de bomen. En let op wat hij doet. Buitenkant rechts. En daar is Kabangu. Eerst een assist en nu een goal. En voor Koeman is er geen houden meer aan. En dus na een uur de voorsprong voor Eindhoven. Omdat het zo mooi is, hier wordt de verdediger Nieveld het bos ingestuurd. Dan wordt hij keurig voorgegeven. Ja, het is van dichtbij en het is hard. Eindhoven wint van Os met 2-1.